Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Ja, vandaag in Domland Live besteden we eigenlijk de gehele uitzending aandacht aan de bezetting van de varkenshouderij 13 mei. Jongstleden hier in Boksel, dat kan niemand ontgaan zijn. We gaan de kant van de boeren belichten, want wat is nou de impact voor de boeren hier in onze regio op dit geheel? Het wordt een mooie uitzending. Het is donderdag 23 mei. Welkom. Geen geluid meer. Ja, 13 mei jongstleden, toen bestormden, mogen we wel zeggen, 200 activisten een varkenshouderij hier in Boksel. En dat heeft enorm veel impact. Maar wat is nou de impact voor de boeren hier in onze regio? Daar gaan we vandaag over praten met Wim Jennissen, voorzitter van ZLTO Dommel en A. En Erika Vos, eigenaresse mag ik wel zeggen, van een vleesvarkenshouderij, zo noemen we dat. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, welkom. Fijn en stoer ook dat jullie hier naartoe gekomen zijn naar de studio. Voordat we beginnen, gaan we eerst even naar wat beelden kijken. Ja, prima. Clean your shoes. Right. Should we go to the backup arm? Yeah. Oh, together. Oh, they lock the door. We're struggling to get inside now. No, we need to go this way. We need to go inside. Yes. Go inside. Go inside. Tja, Wim, dat was niet niks. Nee, dat was zeker niet niks. Wat doet het met jou als je deze beelden ziet? Het eerste is natuurlijk, je verplaatst je wel eens in degene die het overkomt. En dan moet je eigenlijk niet aan denken, want het is toch een enorme impact natuurlijk. Als je hebt een eigen bedrijf, in dit geval is dan de werknemer, die is daar gewoon 24 of 12 uur per dag bezig met zijn varkens. En dat abrupt verstoord wordt door 200 mensen die je stal binnenvallen. Yeah. Ja, ik denk dat je dat meegemaakt moet hebben. En en bij mij doet het dus. Dan denk ik van waar is het respect en hoe komen mensen zo ver om dit zo te gaan doen? Ja. Daar heb ik wel echt, Want in principe, naar mijn gevoel, ze betreden een soort privéterrein, toch? Ja. Dat is een overtreding van de wet. Ja, het is officieel noemen ze huisvredebreuk. Ja. Ja, wat ik zo heftig vind, je ziet nog die man, hè, Erika, die voor die stal staat van, hey jongens, wat gebeurt hier? Hè? Ga alsjeblieft niet naar binnen toe. En toch gebeurt dat. Erika, wanneer kreeg jij het nieuws te horen toen dat dit plaatsvond? Nou, dat was laat in de middag, want ik was die middag met een andere vrijwilligers taak bezig. Ja. En daar werd ik er op gewezen door mijn medevrijwilligers. En ja, maar ja, goed, dan zie je daar op mobieltje krijg je even een berichtje. Toen heb ik naar thuis gebeld van waar ergens. Ja, was thuis ook niet bekend. Ik zie nu de beelden nog een keer terug en ik zit eigenlijk nog met kippenvel, zo respectloos. En dus ik was laat op de hoogte. Toen was het, ik denk inmiddels al 4 of 5 uur dat de actie bezig was. En
ja, je wordt er eigenlijk nog stil van. Ja, nou ja, ik denk heel veel mensen met ons. Ja. Wim, jij bent er naartoe gereden, hè, toen het plaatsvond. Wat was de sfeer die je toen proefde? Ja, ik was er rond 8 uur. En ja, de sfeer was eigenlijk bij de boeren. Ja, die waren toch wel echt gespannen. Maar er was wel ook heel veel medeleven voor degene die het overkomen is. Je bedoelt bij de boeren, de toegesnelde boeren die een kijkje kwamen nemen? Ja. Ja, die kwamen eigenlijk ook een steun betuigen en ook laten zien dat dit zo niet kon. Dat er heel de sector aangaat. Er waren ook van alle lagen, waren er wel boeren. Er waren koeienboeren, er waren varkensboeren, er waren kippenboeren. Er waren medewerkers, ik denk medestanders, dat er die ook waren. En de sfeer was toch wel redelijk gespannen, maar het is gelukkig toch allemaal rustig gebleven. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Je hebt als voorzitter van ZLTO Dommelen A op een gegeven moment de NOS te woord gestaan. Ja. Wat was jouw boodschap daar exact? Ja, de boodschap is gewoon dat dit echt niet kan. Dat de boeren ook op dit moment voelen zich toch wel echt toch wel bedreigd. En ik heb toen ook gezegd van, hier moet ook beleid op komen, dat dit zo niet kan. Vooral ook omdat het toch wel lang duurde voordat de bezetters de stal hebben verlaten. Dat was toen eigenlijk toch wel ook wel het punt. Maar je bedoelt de lengte van dat de hele bezetting geduurd heeft? Ja. 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 Er is nou ook de... Er zijn gesprekken over gevoerd met minister, POV en LTO. Er is ook wel een protocol voor als zoiets weer gebeurt, dat er sneller gehandeld kan worden. Oké, okay, maar daar wil ik het straks ook zeker over hebben, maar je begint het nu zelf over. Wat is dat protocol dan op dit moment? Weet ik niet precies. Ik heb daar niet nagelezen, moet ik zeggen. Maar het is in ieder geval wel dat er sneller opgetreden kan worden. Dat ze sneller de stal uitgehaald worden. Dat er eigenlijk een soort lik op stuk beleid wordt gevoerd. Dus je bedoelde eigenlijk te zeggen van dat er dan gewoon harder opgetreden moet worden? Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar vind je dat of is het ook zo besloten? Dat is ook besloten, ja. Ja, precies. Ja, ja, sorry. Dus dan krijgen we eigenlijk gewoon, als er zoiets gebeurt bij een collega boer straks, we hopen het niet, bij iemand die je heel goed kent, dat er dan veel sneller en harder, wellicht door een ME of iets, gehandeld kan worden. Ja, ja, ja. Exact. Hey Erika, toen, je vertelde het net al, hè, ik zie die beelden, ik krijg er toch een bepaald gevoel van. Wat deed het nou exact met jou toen je dat hoorde? We hadden sowieso als varkenshouders en andere agrariërs wisten we dat die actiegroep in Nederland was. Ja. Dat er actie gevoerd zou worden. Hoe wisten jullie dat? Door de POV, door ZLTO ben je geïnformeerd. Ja. Ben extra alert, hou deuren dicht, doe ze op slot. Ben alert als er vreemde mensen in de buurt zijn. Het zou zomaar kunnen dat zij actie komen voeren rondom je bedrijf. Het hoeft niet, maar het zou kunnen, want ze hadden wel acties in die zin aangekondigd. Rondom het bedrijf? Rondom het bedrijf, ja. Ja. Maar in dit geval bleek dus dat ze echt respectloos voor mens en dier het bedrijf binnengegaan waren en daar de zaak bezet hadden. Ja, met risico's ook voor de dieren op gezondheid. Die deuren gaan open. Er zit toch een ventilatiesysteem in zo'n stal. Als je die deuren openzet, dan speel je gewoon met de gezondheid van de dieren. Ja. Dan kun je eigenlijk de klok op gelijk zetten. 4-5 dagen nadat er tocht in de stallen geweest is, dan beginnen ze te hoesten en worden ze ziek. En dan doet dat toch wel veel. Je denkt van, ja jongens, jullie staan voor de dieren.
ieder mag zijn mening hebben, maar op deze manier een mening afdwingen, nee, ja, dat is gewoon respectloos. Dat kan niet. Ik hoorde dat, dat heb ik eigenlijk niet meegekregen, wat er nu op dit moment gaat gebeuren met de dieren. Zijn er al ontwikkelingen? Want dat heb ik dan weer net gemist, want er was sprake van dat ze geruimd moesten worden. Op dit moment is gekozen voor een standstill, een algehele afsluiting van het bedrijf. Ja. Dus er mag geen dieren naartoe, geen dieren weg. Ja. Dat zit helemaal op slot, een soort quarantaine. Dan wordt gekeken hoe de varkens zich ontwikkelen. En de dreigende Afrikaanse varkenspest die in andere Europese landen heerst... Ja, is ook een risico dat de stal ingesleept is, want ze hebben zich aan geen één hygiëneprotocol gehouden. Ja, ze hadden dan wegwerpovals aan sommigen ook niet. Maar het hygiëneprotocol is dat je door een hygiënesluis gaat, kleding van het bedrijf aan. En dan mag je de stallen in en ze hebben gewoon opengebroken en geen één hygiëneprotocol gerespecteerd. Ja. Je zou eigenlijk denken, hè, want deze mensen die handelen vanuit het belang ook van, vanuit de dieren, die daar dan niet mee bezig zijn geweest? Of hoe zien jullie dat? Want eigenlijk bereik je een soort averechts iets, want je loopt het risico dat de dieren op een gegeven moment ziek worden en... Ik weet niet, ik denk wel dat ze daarmee bezig zijn geweest. Ze zeggen dan van, dat is een soort kleine opoffering voor de rest. Maar ja, ik vind het, om dit zo te doen, dat kan eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat ze daar mee bezig zijn. Misschien is het ook wel bewust gebeurd dat ze het zo hebben gedaan. Ja. Ja, en ik vertelde het net al, hè, wat in de opening, wat is de impact nou voor de boeren hier in onze regio eigenlijk, hè, waarin we leven. Kun jij er iets over zeggen, Wim? Wat is die impact nou op die boeren door dit voorval? Ja, ik denk dat dit is wat er toch al langere tijd gevreesd werd, dat er een keer ging gebeuren. En... Wij hebben in onze afdeling ook best veel jongere leden en daar hebben we regelmatig bijeenkomst mee. En dan merkt het natuurlijk ook, het is toch wel dat het hebben van dieren, dat soms door de maatschappij wel heel erg eenzijdig belicht wordt. En dat het... voor sommige mensen soms wel niet echt meer prettig, zichzelf daar niet echt prettig meer bij voelen naar de maatschappij toe. En dat is, dat vind ik toch wel best een groot probleem. Ik denk dat het, zoals die mensen het voorstellen, dat er niemand meer dierlijke producten kan of mag gebruiken. Ik denk dat dat wel heel extreem is. En die extremisme, dat proefde in de sector dat er wel zijn impact heeft. Ja, want de actiegroep Meet the Victims, die het is niet alleen op de varkenshouderij gericht, hè, die richten zich eigenlijk op alles wat überhaupt met dieren te maken heeft. Ja. Hè? Ja. Of het nu lederen schoenen zijn of... een kippenboer, want ik las op internet dat er morgen ook weer iets werd aangekondigd door Meet the Victims, hè, bij een kippenboer, wat ik voorbij zag komen op Facebook. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, het is niet alleen gericht op de varkens. Nee, het is, nee, zeker niet. Het is ook niet alleen gericht op de agrarische sector. Hè. Nee. Het is ook eigenlijk gericht op de burger. Ze zijn ook in de Efteling geweest. Ze richten zich op ieder gebruik van dieren. En dan vraag ik me af, van ieder gebruik van dieren, wat verstaan wij dan onder een hulphond? Mm-hmm. Is dat gebruik van dieren of niet? Ja. Hoe ver kun je gaan? Ja. 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 Dus het raakt niet alleen ons, het raakt ieder gebruik van dieren. En dan mag je zelf invullen, wat is gebruik? Ja.
Heel even terug naar die impact. Hè? Want waar zorgt die impact eigenlijk allemaal voor? Zorgt het er bijvoorbeeld ook voor dat mensen gewoon boeren nu extra camera's gaan ophangen? Meer alarmen? Ik weet het niet. Ja, ze zijn in ieder geval wel alerter. Ja. Sowieso. En camera's ophangen en die dingen, dat weet ik niet of dat even deze mensen helpt. Maar ze zijn wel alerter. En goed, er zijn we appgroepen en zo, dat ik elkaar op de hoogte houd voor als er iets ergens iets verdachts gezien wordt, dat je dan even een seintje geeft. Ja. Dan onderling, ja. Bedoel je? Ja, precies. Onderling, ja. Ja. Je bent ook alerter. Eigenlijk wordt ook het averechtse gebruikt op zich. Krijg je vanuit de burger, vanuit de bevolking wel eens van ja, jullie, die stallen zitten op slot. Mm-hmm. Het zit allemaal achter gesloten deuren. En dan ben je best bereid om je open te stellen. Mm-hmm. En er zijn op zich stallen, maar in dit geval denk je van ja, wat is het risico daar weer van? Ja. En ben je toch weer alerter en doe je de deur op slot. Ja. En ben je kieskeuriger. Want we hebben een boer gevonden die toch wilde filmen. Dus die heeft wat beelden gemaakt van zijn stal. Ja. Gaan we straks even naar kijken. Je vertelde het net al, Wim, het was ook de bedoeling dat er eigenlijk een jonge boer hier zou aanschuiven. Waarom is dat niet gelukt? Heeft dat echt te maken met hetgeen wat jij net vertelde? Of nee, angst, dat of? Niet. Nee, maar dat was nee? wel, ja, we moeten ook net iemand gevonden hebben die dat kan, die dat wil doen. Dus ja, dat ja. had nou niet meteen door mee, mee te maken. Nee. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen, je zegt zelf, de sector die wordt onder bepaald daglicht gebracht, hè? Ja. Dat lijkt me voor een jonge boer kijk, best lastig om dan... Ja, dat is een extra drempel. En ik denk ook dat er... Kijk, we hebben het in meerdere sectoren gezien. Dat er een tijdje eigenlijk mee omgesprongen wordt. Zo van, het is allemaal negatief en niet goed. En op een gegeven moment, ik denk dat we er ook echt heel zuinig op moeten zijn. Op degene die dit vak nog uit willen oefenen. Mm-hmm. Het is sowieso voor Nederland een heel belangrijke sector. Ja. Qua ruimteinvulling natuurlijk. Maar ook economisch levert landbouw toch altijd nog ruim de helft van ons bruto nationaal overschot. Komt uit landbouw. Nou, ik vind dat je daar ook als maatschappij zuinig mee om moet gaan. Ik vind dat die mensen die dat doen, en zeker die jonge boeren die, die in deze sector stappen, dat die echt het respect verdienen. Dat ze dat doen, in plaats van dat er heel vaak echt negatief over in de publiciteit komt. Is het dan niet een idee om als een groep, om het zo maar te zeggen, een soort positief beeld, positief signaal dan als een soort tegengeluid te gaan geven daaraan? Ja, ik of denk dat de minister zijn portemonnee zou moeten trekken om de sector eens iets, weet je, zegt zelf, in een positief daglicht te stellen? Nou, dat gebeurt natuurlijk ook op heel veel plaatsen. Hè. Erika geeft net al aan, we hebben zichtstallen. Wij hebben vorig jaar nog open dagen mee georganiseerd. Het kan altijd meer natuurlijk, maar het is eigenlijk toch wel een beetje raar dat je als sector die eigenlijk op heel de wereld, ja, is Nederland toonaangevend qua landbouw. En een boer in Nederland dan nog heel veel moeite moet doen om een positief beeld naar buiten te krijgen. Dan vraag ik me eigenlijk toch soms wel eens af, ja, aan welke kant ligt het nou? Ik denk ook dat we soms wel eens wel reëel mogen zijn in onze beeldvorming. Er wordt heel veel beslist en gesproken op emotie. De emotie heeft vaak voor de overhand. Mm. En als we daar beleid op gaan maken en ook zo'n jonge boeren, als die voor het eigen moeten verdedigen, omdat er standpunten in worden genomen op emotie, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ja. En daar vind ik dat wij wel eens wat meer mogen doen. Dat we meer realistisch naar mogen Vraag denken. Me af, die standpunten, worden die vooral genomen door mensen volgens jullie in de stad? Of worden die ook genomen door mensen hier in de regio? Als ik de standpunten zie die die naar buiten gebracht worden. Ik hoorde vandaag wordt er dan ook behoorlijk campagne gevoerd voor een partij die heel veel met dieren op heeft, om het zo maar netjes te zeggen. Mm-hmm.
dan denk ik echt, als ik die standpunten hoor, dan denk ik wel eens van ja, nee, dit wordt echt door mensen naar buiten gebracht, waar ik wel eens van denk van, weten die hoe het zit? Weten die hoe het zit? Kijk, ik kan me stel ik je die vraag, van, waar heeft dat mee te maken? Ik ben zelf, weet je wel, tussen de boeren ongeveer opgegroeid en speelde vroeger in de stallen, weet je, ja. Of op het land. Dus je hebt daar een heel ander beeld van. Ik kan me voorstellen, mensen... misschien wordt het dan is tijd om die dan iets dichterbij te brengen. Of, weet het niet, maar het is ja, een idee. Misschien, ja, ik zeg al, er wordt heel hard aan gewerkt en misschien moeten we het nog wel meer doen. Ja, maar ja. Maar het is, ik vind aan de andere kant, ja, er zijn wel meer sectoren die heel veel impact hebben op onze maatschappij. Ja. Maar ja, er wordt toch iets, dat komt niet zo makkelijk uit om daar... kritiek uit te oefenen en daar iets van te vinden, want dan snijden ze in haar eigen vlees, om het zo maar eens te zeggen. Ja, mooi woord. Kijk, en dan is landbouw, kijk, wij hebben zeker de directe beroepsbevolking is nog maar een paar procent van de maatschappij. Ja. En om stemmen te winnen is het soms wel eens makkelijker om iets negatief naar voren te brengen als iets positiefs. Ja. Even terug naar de activisten. De bezetting die heeft echt tot laat in de avond geduurd. Hè? Waarom duurde dit eigenlijk zo ontzettend lang? Je zegt de plannen zijn nu wel gemaakt. Maar waarom duurde dit zo lang? Hebben wij nog geen duidelijk antwoord op. Dinsdagavond is er een verhelderende, of een, hoe noemen we dat? Ja, een verhelderende. Nee, een beeldvorm. Nee, ja. In de raadsvergadering, de raad heeft vragen gesteld aan het college. En dinsdagavond in de raadsvergadering krijgt de raad uitleg van het college waarom het zo lang geduurd heeft. En ik zou heel fijn vinden als agrariërs die uitleg dan ook toegestuurd kregen. Jullie mogen daar niet bij zijn? Jawel, het is openbaar. Wij zullen ook bij zijn, ja. Ja. Ik begreep dat jij contact hebt gehad met de burgemeester. Klopt dat? Ja. En wat is daar, mag ik weten wat daar besproken is? Of wat er gezegd is? Ja, nou, er is gewoon een gesprek geweest. Eigenlijk waar we hier net ook al besproken hebben, dat er contact is geweest met Den Haag, met de minister, met POV. Ja. Om het in het vervolg beter te laten verlopen. Ook wel van, ja goed, dat er op zijn dag, het is de eerste keer dat dat gebeurt. Er is natuurlijk zoiets gebeurt niet iedere dag met dieren in de stal. Dus dat zal ook best wel lastig zijn. Maar ja, dus daar hebben we eigenlijk, besproken. Ja. Wat vonden jullie eigenlijk van de houding van de burgemeester zelf? Je zegt, ik heb wel contact gehad, maar de houding toen het zelf plaatsvond. Hoe kijk je daarop terug? Nou ja, goed, ik heb die dag... telefonisch geprobeerd om te bereiken, maar dat ging toen niet. Ja, ik heb de burgemeester verder eigenlijk op die dag niet gezien. Ik neem aan dat hij heel druk bezig geweest op het gemeentehuis om de zaak goed te laten verlopen. Ja. Ja, tenminste voor zover ik begrepen had, was de burgemeester met vakantie en was het eigenlijk de lokale burgemeester. Ja, de lokale burgemeester. De burgemeester. Nee, dat is verwarrend, maar het was de lokale burgemeester. Ja. Ja, precies. Dan de persoon die op dat moment aanspraak is. Dat was Peter van der Wiel. Wij hadden Peter van der Wiel proberen uit te nodigen voor de Kamer, maar hij wilde geen commentaar opgeven. Hij heeft wel een statement afgegeven, zal ik jullie eens voorlezen. Als lokale burgemeester van Boksel vind ik het onacceptabel dat actievoerders om welke reden dan ook een bedrijf in onze gemeente binnendringen en bezet houden. We hebben samen met politie en OM ingezet op het deescaleren. Het doel daarvan was de bezetting te beëindigen en daarbij activisten die verdacht worden van strafbare feiten aan te houden. Ook wilden we de stress voor de dieren zoveel mogelijk beperken. Toen dat niet bleek te werken, hebben we ervoor gekozen de ME in te zetten. Al met al was het een complexe situatie waarin we met elkaar zo zorgvuldig mogelijk hebben gehandeld. Het ging niet alleen om een groot aantal actievoerders en tegendemonstranten. Het ging ook om de opsporing van strafbare feiten, de boer en het welzijn van zijn dieren. Het heeft de nodige tijd gekost, maar een goede voorbereiding en zorgvuldig handelen zijn voortdurend ons uitgangspunt geweest. En ik heb veel waardering voor de inzet van de politie en het
OM. Ja. Ja. Als ik, het is natuurlijk een mooi antwoord wat hij geeft. Maar is hij al eigenlijk langs geweest bij de familie in kwestie? De gewone de burgemeester zelf wel, ja. Ja? Dat heb ik wel begrepen, ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, nou goed, we krijgen daar nog een ik zeg net al, een vergadering over. Oh. En... ja, goed, dan zal het goed uitgelegd worden wat er allemaal wat er is gedaan. En dan, ja, dan hopen dat we de goede antwoorden krijgen. Ondertussen wordt het geluid hier even aangepast, want het kan. Het is live. Ja. Even terug naar de activisten. Onze hoofdredacteur die was te plaatsen op het moment dat het gebeurde. Laten we even naar een filmpje daarvan kijken. Had het niet op een andere manier gekund? Op een stiekem manier binnenglippen en dan stiekem een filmpje maken of zo, in plaats van zo massaal? Ja, zeker. Het had op een andere manier gekund, maar die manier hebben we al vele malen geprobeerd. We zijn heel vaak naar binnen gegaan, we hebben heel vaak undercover beelden laten zien aan het Nederlandse publiek. Alleen we willen gewoon dat dieren de zorg krijgen die ze verdienen. Dus vandaar dat we zoiets hebben van, als er niet geluisterd wordt, dan komt er op den duur een punt waarin we de morele plicht hebben om een wet te verbreken. Ja. En dat doen we nu ook. En het is voor de boer is het een vervelende dag. En we wensen de boer ook niet te kwaad te doen. Nee. Alleen wat de boer meemaakt in verhouding met de varkens. Maar ja, het zet wel heel veel kwaad bloed bij de mensen. En kun je proberen dan een beetje te ontkrachten? Dan kun je die mensen iets vertellen? Ja, dat kan ik. We zijn sowieso niet tegen mensen. We zijn hier ook niet tegen de boeren. Alleen we zijn hier voor een goede en mooie maatschappij. En we vinden ook dat niet-menselijke dieren het recht hebben op een fatsoenlijk leven, zoals ik al zei. Okay. Wat we heel graag zouden zien is dat boeren op een andere manier eten gaan verbouwen. En daar zouden we ze ook heel graag bij willen helpen. Ik zou zo een paar dagen per week vrijwilligerswerk willen doen om boeren... om ervoor te zorgen dat een boer een mooi akkerbouwbedrijf kan beginnen. Het enige waar we tegen zijn is de uitbuiting van dieren, maar niet tegen de boeren zelf. Ben je wel tevreden over de actie? Ik ben zeker tevreden. Het heeft heel veel nationale media bereikt. Ja. En ik denk ook wel dat het een staartje krijgt. Ja, dat is een goeie trouwens. Varkens en staartjes. Wat is jullie reactie hierop, Erika? De manier waarop hij zegt het zelf al in zijn gesprek. Wij willen gewoon een mening afdwingen. Mm-hmm. En als je dan weet dat 0,4% van de Nederlandse bevolking veganist is, waarvan dan nog een enkele percentage extremisten als deze, en die willen dan gewoon een mening afdwingen en daardoor gewoon wetens en willens alle wetten verbreken, ja, dat kan niet. Dat is onacceptabel voor mij. En ik denk voor velen met ons. Ik ken ook genoeg veganisten, maar die is niet zo die dat op deze manier proberen af te dwingen. Dit is gewoon... Dit is gewoon een heel klein percentage. Ik bedoel, ik heb respect voor vegetariërs en hun mening. Ik heb respect voor veganisten en hun mening. Ja. Als daar gewoon over gecommuniceerd kan worden... dan hoop ik dat zij ook respect hebben voor mijn mening. Maar deze mensen, die extremisten, die dwingen een mening af. En ja, daar heb ik geen respect voor. Dat kan gewoon niet. Ja. Toen onze hoofdredacteur nog wat iemand anders wilde interviewen, toen werd de sfeer iets grimmiger. Kijk maar even mee. Hallo. You're Dutch? No. Where are you from? Sweden. Sweden? Yeah. All the way from Sweden? Ja. Yeah. To come here? Yeah. And are you satisfied? Yeah, I guess. That's, die jongen die... Die halen we net weg. But he has a mouth, he can talk himself. He's from Sweden. Hello. No comment. Yeah, but that's strange for you. You can talk if you want to the... No. Isn't it strange, you think? Not to talk when you're here, now you can talk to the people. They try to understand you. But you told me to get someone to talk to me. I didn't find anyone. Oh, there are no people here. I see a lot of people, don't you? So I don't understand why you don't talk to me.
But like a statue. Ja, ik wil ook praten. Ik hoor ook bij de groep. Ja, wat wordt u vragen? Het is zo'n harde actie. Een harde actie? Ja. Het zijn harde tijden ook, hè? Ja, maar je kunt ook op een andere manier de mensen duidelijk maken dat het mis is met, volgens jullie, met het... Ja, ja, dat doen we ook. We doen meerdere vormen van actie, maar dit is ook een hele nodige. Ja, maar denk je niet dat die boer, waar ik dan een beetje ja, mee zit, is die boer, ik heb die man gezien vanmiddag. Ja. Ja, die kan best wel. Can we just arrange this and like not talk to people, please? Ik kan nog wel door de pers praten. Nee, het is momenteel is gewoon echt niet... Je bent ook niet een perspersoon, dus dat is niet de bedoeling dat dit gebeurt. Dus ze mogen wel actie voeren? Ze mogen... Geen commentaar. Ze mogen niet we zijn momenteel bezig met andere dingen als met pers. Dus we gaan ons daar nu momenteel even niet mee bezig houden. Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar iedereen heeft toch een eigen mening. Jullie hebben toch allemaal dezelfde mening? Dus ja. Zijn jullie weten waarom hij dan niet tegen mij mag zeggen? Omdat we nu momenteel met andere belangrijke dingen bezig zijn als met pers. En dat zijn? We zijn nu momenteel bezig met hier buiten te geraken. Ja, dus, volgens mij ben je al buiten, of niet? Ik sta hier buiten. Mag ik u vragen om alsjeblieft te verlaten? Dus nee, ik blijf hier gewoon staan, want het is een openbaar terrein. Dus, is het mogelijk om meneer te exporteren naar ergens anders? Want het is echt, als jullie zeggen dat jullie kunnen gaan, nu? Ja, er moeten natuurlijk nog wel mensen die in de auto's... Ze willen me weg hebben. Kan je heel even weggaan, alsjeblieft? Ik mag hier toch gewoon staan? Nee, weet ik, maar wij zijn nu bezig en ik wil graag heel even dat je weggaat. Ja, dat wil ik wel even horen eigenlijk. He? Ik wil dat wel horen, de ja, mensen. Ik wil horen. En wie bent u? Ik ben van de Omroep Dommeland. Okay. De plaatselijke... Mag u van mij heel even daar gaan staan? Ik wil heel even praten met ze en je belemmert na mijn gesprek. Ja. Beetje gekkig, hè? Wel, ondertussen gaat er een ander filmpje nog door. Beetje gekkig natuurlijk, de omgekeerde wereld. Ze willen aandacht vragen en als het te moeilijk wordt, dan word je gevraagd om weer weg te gaan. Ja. Of zie ik het verkeerd? Ja, dat denk ik ook. Het is, ik zou zeggen, iedere demonstrant die daar meedoet, die mag zijn verhaaltje vertellen en die kan wel vertellen waar dat hij voor staat en waar dat hij mee bezig is. Het lijkt me niet dat je anders gaat demonstreren. Dus, nee, wat bij mij het verkeerde, en die mening mag ik hebben, ik hoor hier natuurlijk neutraal te zitten, maar het gaat wel onze hoofdredacteur aan, die weggestuurd wordt terwijl je gewoon antwoorden wil hebben. Ja, ja. En vervolgens wordt het te moeilijk en wordt de politie gevraagd. Om onze hoofdredacteur eigenlijk afstand te laten nemen. Dus ik heel gek. En heel raar. Heel bijzonder. Ik heb dit ook nog niet gezien. Maar dat is inderdaad heel bijzonder. Want je zou juist zeggen, we doen dit om de media op te zoeken. Ja. Maar dan is er de media en dan wordt hij weggestuurd. Of op verzoek weggestuurd. Ja, ja. Want ze zijn bezig met andere dingen. Ja, want dat is inderdaad heel apart. Ja. Ja. En de andere dingen waren de bezettingen, daar willen we juist het over hebben. Juist, ja. Of de verkeerde vragen stellen. Ja. Ja. Of het wordt te moeilijk. En ja. We hebben het er net al een beetje over gehad. Hoe schatten jullie de kans op herhaling eigenlijk hiervan in? Weet ik niet. Het is... Ja, u gaf het net zelf al aan. Van, mag je zeggen hoor. Ja. Ja, net... Je gaf het net zelf al aan, van ze hebben aangekondigd morgen een pluimveestal. Ja. In Den Bosch zijn ze geweest bij een bedrijf wat onderzoek doet. Zolang ze in Nederland zijn, is de kans aanwezig. Ja. En als ze dan ook nog zo lang een podium krijgen, ja, dan is het al mooi meegenomen voor hen. Ja. Maar ze waren ook in mijn, als ik de beelden terugzie en van mensen die er geweest zijn, want ik ben er zelf niet wezen kijken, maar mensen die geweest zijn, ja, was het ook de bedoeling om uit te lokken dat agrariërs zouden reageren. En gelukkig waren daar mijn collega's die toch de boel rustig hebben kunnen houden. Ja. Zeker, maar ik denk ook wel, als ze dus veel aandacht hebben, ze hebben ook wel veel aandacht gekregen, maar ik denk dat in dit geval de agrariërs ook veel aandacht hebben gekregen en ik denk zeker niet op een negatieve manier. Mm-hmm. Want ik denk dat toch eigenlijk wel iedereen inziet dat deze manier van demonstreren, dat niet, niet realistisch is. Nee. Over die reactie van de boeren wil ik het zo nog heel even kort met jullie ook over hebben. Maar heel even terug gewoon even naar, voor de mensen die eigenlijk niet weten hoe jullie zitten in de sector. Er zijn verschillende soorten varkenshouderijen. Je hebt familiebedrijven met kleine stallen, je hebt houderijen met grote stallen, je hebt ook megastallen. Wat is het, ik kan het een beetje inschatten, maar even kort gezegd, wat is het verschil?
Ja, wat is het verschil? De vraag is al, wat is megastal? Ja. De sector zelf is er niet echt over uit. Ja. Maar hoe staan jullie tegenover megastallen? Laten we daar ons op richten. Nou ja, alles verandert. De bedrijven zijn de afgelopen jaren gewoon groter geworden. Dat heeft ook te maken met een stuk kostprijsbeheersing. Er moet behoorlijk milieumaatregelen genomen, maar ook welzijnsmaatregelen. Mm-hmm. Dus dan is het in een grotere stal makkelijker terug te verdienen als in een kleine stal. Daar is op een gegeven moment is dat gewoon niet meer rendabel als de stal te klein is. En dan is het natuurlijk, ja, wat is mega? Vroeger was een stal met 1000 varkens, dat was toen mega, toen ik een jongen van 15, 16 jaar was. Mm-hmm. En nou is, noemen ze een stal van, ik weet niet hoeveel varkens, maar noemen ze mega. Ja, er zijn niet echt getallen voor, maar het is gewoon zo. Welzijnseisen is ook dat de varken meer ruimte krijgt, meer stalinhoud heeft. Voor het milieu worden er vaak luchtwassers geplaatst. Die afzuiging van die lucht gaat dus door een centraal kanaal, wat ook nog ergens bovenop de ruimte moet die de varkens hebben. Dus van buiten lijkt de stal al veel groter als vroeger voor hetzelfde aantal dieren. Al die oppervlakte, al die extra maatregelen moet je inderdaad wel betaald worden. Mm-hmm. Dus ja, over hoe meer dieren je dat uit kan smeren, hoe rendabeler het wordt. Want we hebben uiteindelijk, is het wel onze boterham en hebben wij een concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Ja, want je zegt het is je boterham, er zit een concurrentiepositie in. Ja. Ik heb vanmorgen met Wakker Dier toevallig contact gehad. Die vinden hoe het gaat qua wetgeving, regelgeving, gaat het eigenlijk heel goed, weet je wel, in Nederland. Die zijn niet heel extreem qua gedachten. Het enige is dat ze inderdaad het wel over die stallen hebben, want kennelijk de stallen, de vakken die we nu in Nederland gebruiken, nu in Denemarken volgens mij, zijn ze al iets ruimer. En daar zijn iets andere regels, maar misschien weet jij daar meer over te vertellen? De vakken inhoudelijk weten het er niet precies alles van, maar de regels blijven natuurlijk veranderen. Ja. En de varkens, maar dat geldt ook voor, we hebben het nou over varkens, maar dat geldt ook voor kippen en dat geldt voor heel veel sectoren. Die welzijnseisen worden steeds hoger en de varkens en alle andere sectoren, ook die dieren, die krijgen het gewoon beter. Ja. En of dat ze nou in een hele grote stal liggen of in een kleine, maakt voor dat dier eigenlijk niet uit. Ja. Heel even over die concurrentie. Je hebt gezegd het over concurrentie. Hè? Ja. Door wie wordt in deze maatschappij, ik kan wel een kleine inschatting maken, maar door wie wordt die druk uitgeoefend van dat jullie op een bepaalde manier moeten presteren als varkenshouderijen? Zijn dat de grote supermarktketens bijvoorbeeld? Die... Nou, in Nederland heb je gewoon een welzijnswetgeving, een milieuwetgeving waar je aan moet voldoen. Denemarken heeft die ook, andere Europese landen hebben die ook. Mm-hmm. Maar ieder land heeft zijn eigen wet en regelgeving. Mm-hmm. Maar wij produceren voor een wereldmarkt. Want dat is gewoon de prijszetting voor een kilo varkensvlees is wereldmarkt. Als dan wij minder dieren op een bepaald aantal vierkante meters mogen houden als buurlanden, mm-hmm, of andere Europese landen. Mm-hmm. En dan laten we dan de rest van de wereld nog maar even buiten, maar gewoon binnen Europa. Mm-hmm. Daar zit gewoon een groot verschil in. Ja. Dus onze kostprijs ten opzichte van andere Europese landen komt gewoon anders liggen. Ja. En dan puur door de eisen van Nederland, Denemarken is daar ook verder in. Als je naar de Europese landen kijkt, die zijn daar gewoon veel minder ver in. En vaak is het zelfs nog zo dat systemen die hier niet meer gehanteerd mogen worden, verkocht worden aan Oost-Europese landen en daar gewoon weer in gebruik zijn. Ja. En dat is de concurrentiepositie waar ik op doelde. Het is gewoon, het wordt niet makkelijker dan gemaakt eigenlijk voor de boeren hier in Nederland. Ja, Nederland heeft altijd wel bewezen
dat wij toch voorloper kunnen zijn, koploper daarin. En dat wij met de uitdagingen die wij krijgen, dat wij er altijd weer mee hebben kunnen werken. Dus in die zin kan het wel. Maar... Blijft het met de boer te maken of blijft het mee te maken? Ja, de manier van werken van de boer of gewoon de kennis en de know-how die Nederland heeft. En Denemarken en Duitsland ook, maar Nederland is wel altijd een van de koplopers geweest. Ja. Nederland loopt ook qua welzijn voorop op andere Europese landen. Ja. En qua milieu ook. Ver. Er wordt nergens op heel de wereld een stukje varkensvlees of een liter melk met zo weinig milieudruk geproduceerd als in Nederland. We hebben het minste water nodig, we hebben het minste voer nodig en we hebben het minste energie nodig om iets te produceren. Is het voor een boer anno 2019 nog wel, kun je je kop boven water houden, plat gezegd? Die strijd die blijft er altijd natuurlijk, maar de goeie die houden het hoofd van boven water. Maar ik denk dat wij wel heel goed op moeten letten, dat we de eisen niet zo streng aantrekken ten opzichte van het buitenland, dat we wel dat reëel blijft. Ja. Want het kan ook een keer te ver gaan. Ja. En je ziet nou wel dat de kostprijzen in Nederland, dat doelde Erika net ook al op, dat er toch wel... toe begint te nemen. De rek is eruit. Ja, die begint er onderhand wel uit te gaan. Ja. Ik wil jullie danken dat jullie hier aanwezig waren. En dat het maar in de toekomst iets rustiger allemaal mag verlopen. Want ik hoop toch niet dat er grote escalaties plaatsvinden. Want ik kan me ook begrijpen, ik zag op Facebook al, de Farmers Defense Force die nu ontstaan is, et cetera. Wat ik ook begrijp vanuit de sector, maar we moeten zorgen volgens mij dat we vriendschappelijk allemaal met elkaar tot een oplossing komen. Dat is heel belangrijk. Ja. En dank voor dit kijkje in jullie wereld. En ik wens je veel succes. Dank je. Dank je. Ja? Oké. Dit was hem weer. We zijn er doorheen. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot over 2 weken.